Je zou het zo niet zeggen, maar dit is het Olympische dorp. Niet van Mexico, maar van Den Haag. Gebouwd door de schooljeugd op een vrij veld in het Zuiderpark en bestemd voor allerlei vakantievertier. 3 weken achtereen is er dag in dag uit hard geploeterd. En op geld werd niet gekeken. In dit dorp, een onderdeel van de Haagse jeugdolympiade, kon iedere werker zich al spoedig laten fatsoeneren in een kapsalon waar niet zuinig met de cosmetica wordt omgesprongen. Er is 1 leerling-kapper wiens kammen meer op roskammen lijken. En men kan er een instrumentarium aantreffen waarvan kappers buiten dit dorp nog nooit gedroomd hebben. Wie tijdens de bouw een ongelukje kreeg, en dat gebeurde nogal eens, kon snel geholpen worden. Want er was letterlijk aan alles gedacht. Onder de jeugdige architecten was 1 bizarre geest die hier een lijkenhuis optrok met 3 graven ervoor. Van over het graf kwamen de vernuftig bediende geesten uit het spookhuis, een creatie die op de kermis niet zou misstaan. Maar er was ook plaats ingeruimd voor meer materiële zaken, zoals een snoeptent, waarin een zeer jeugdige kioskhouder zijn zoete waar als een standwerker aanprees. En met succes. Voor souvenirs hoefden de bezoekers ook niet diep in de smalle beurs te tasten. In dit Olympische dorp troffen we in het perscentrum jeugdige collega's die hier met vereende krachten de dagelijkse dorpskrant samenstellen, drukken en verspreiden. In de 6 weken dat de Haagse Olympiade van sport en spel duurt, vindt de schooljeugd hier in het Zuiderpark dit unieke dorp, waarin de kunst niet werd vergeten.